Het wederkerend voornaamwoord wordt gebruikt om terug te wijzen of weder te keren naar het onderwerp. Bijvoorbeeld, ik haast me of jullie vergissen je. Me wijst terug naar ik en je wijst terug naar jullie. In de twee gevallen is het dezelfde persoon. Ik is gelijk aan me, jullie is gelijk aan je. Ook hier weer heb je zes personen. Drie in het enkelvoud en drie in het meervoud. De eerste persoon wijst terug naar mij of ons. De tweede persoon naar jou, u of jullie. En de derde persoon wijst terug naar hem, haar of hen. Wederkerende voornaamwoorden vind je enkel terug bij een wederkerend werkwoord. Zich scheren, zich haasten, zich omkleden enzovoort. De zich die ervoor staat duidt aan dat deze werkwoorden wederkerend zijn. Als voorbeeld zie je hier het werkwoord zich haasten in de zes personen. Ik haast me, jij haast je, hij haast zich, wij haasten ons, jullie haasten je en zij haasten zich. Let goed op dat je je in de derde persoon enkelvoud niet vergist van voornaamwoord. Het wederkerend voornaamwoord is zich. Hem en haar zijn persoonlijke voornaamwoorden. Hij wast zich is dus niet hetzelfde als hij wast hem. In de eerste zin wast hij zichzelf. Hij is gelijk aan zich. Maar in de tweede zin wast hij iemand anders. Hij is niet gelijk aan hem. In de eerste zin heb je dus een wederkerend voornaamwoord zich, terwijl je in de tweede zin een persoonlijk voornaamwoord hebt. Om af te ronden zie je hier alle wederkerende voornaamwoorden. Let vooral goed op bij de tweede persoon.